Het bestuur van PAREA, de Vereniging voor Gay Professionals in Suriname, heeft vanmorgen een handtekeningssessie gehouden in het kader van de verklaring van Paramaribo. Met de handtekeningen verklaren bedrijven dat zij LGBT'ers accepteren. Verschillende bedrijven en instanties, waaronder de Nederlandse ambassade, hebben gehoor gegeven aan het verzoek van PAREA. Volgens ambassademedewerker Walter Oostelbos ondersteunt de Nederlandse ambassade dit initiatief, omdat Nederland staat voor inclusiviteit en gelijke rechten voor een ieder. Beperking, ongeacht religie, maar ook ongeacht seksuele voorkeur. De Nederlandse ambassade heeft in 2016 een seminar ondersteund hier van PAREA. Deze verklaring is een van de resultaten van dat seminar in 2016. En wij meenden dat wij, omdat we dat seminar hadden ondersteund 2 jaar geleden, dan ook die verklaring moesten ondertekenen. Dus we hebben dat als ambassade gedaan. De ambassade is hier ook werkgever. En om uit te stralen, ook naar onze eigen mensen, dat wij iedereen op de werkvloer gelijk behandelen. Zoals we dat ook in Nederland doen. Dus het is beleid in Nederland en we hebben hier gewoon dat beleid nog een keer bevestigd. Juan Pigot, voorzitter van PAREA, is blij dat de verklaring van Paramaribo zo aanslaat bij het bedrijfsleven. 16 nieuwe bedrijven hebben de verklaring ondertekend en dat stimuleert ons om door te gaan, zegt Pigot. Het belangrijkste uitgangspunt is dat mensenrechten LGBT-rechten zijn en omgekeerd, benadrukt de voorzitter. Dan is het van belang dat LGBT'ers ook op de werkvloer zichzelf thuis voelen en prettig voelen. Er is ook daar een business case van te maken, want het onderzoek blijkt gewoon dat mensen die zichzelf zijn, kunnen zijn op de werkvloer en daarin worden ondersteund door de directie of door het bedrijf of door de werkgever, dat die ook gewoon per definitie productiever zijn en dus ook gewoon hun steentje bijdragen aan het bedrijf, maar daar ook dus ook meer bij kunnen dragen. En wat is dan de volgende stap na deze ondertekening? Er komen meerdere ondertekeningsrondes. We hopen dat op een gegeven moment hiermee ook bij het parlement en de regering het besef gaat inzinken dat de werkgevers nu in ieder geval voor gelijkheid en tegen discriminatie zijn. Tegen wie dan ook en dan ook tegen de LGBT-gemeenschap. En we hopen dat het parlement en de regering ook die stap gaat maken. En ook inziet van oké, dan moeten we ook deze groep gaan beschermen. Juan Pigot, voorzitter van de stichting PAREA. Hij sprak vanmorgen na de handtekeningen-sessie in het kader van de verklaring van Paramaribo. Het doel is dat de bedrijven personen van de LGBT-gemeenschap accepteren.